Het is voor mij een eer en een groot genoegen om jullie vandaag te verwelkomen bij de inauguratie van de Arubaanse mededingingsautoriteit, de Aruba Fair Trade Authority, oftewel de AFTA. Kort na mijn aantreden als minister werd ik door de directrice van de directie Economische Zaken, mevrouw Dijkhoff-Pita, gewezen op de toegevoegde waarde voor de economie van Aruba om een mededingingsautoriteit te introduceren. Dit advies heb ik opgevolgd. En vanaf dat moment is er door vele personen 2 jaar hard gewerkt, zodat wij vandaag hier samen kunnen zijn en kunnen vieren dat de Aruba Fair Trade Authority een realiteit is geworden. En zij wil ik expliciet bedanken. Ten eerste wil ik, net zoals minister-president aangaf, de rol van TWO Nederland, het landspakket en in het bijzonder staatssecretaris Van Huffelen bedanken en TWO Nederland bedanken voor de steun die zij ons hebben gegeven gedurende het implementatietraject van de Aruba Fair Trade Authority als onderdeel van het landspakket. Naast financiële steun om de kosten van de implementatie te bekostigen, is er ook een implementatiemanager ter beschikking gesteld. Deze implementatiemanager is cruciaal geweest voor het succes van de Aruba Fair Trade Authority. Ten tweede wens ik de directrice van de directie Economische Zaken, mevrouw Dijkhoff-Pita, van harte te bedanken. Zij heeft jaren gepleit voor de invoering van de Aruba Fair Trade Authority en heeft mij in het implementatietraject geweldig ondersteund. Zonder haar inzet, toewijding en advies was het ons nooit gelukt. Dus Maria Masha, dank je. De door Nederland ter beschikking gestelde projectmanager, de heer Albert Scholten, is even belangrijk geweest voor de implementatie van de Aruba Fair Trade Authority. Hij heeft ons allen met wijs advies bijgestaan en heeft gedurende het implementatietraject ervoor gezorgd dat de Aruba Fair Trade Authority zorgvuldig en professioneel is opgezet. Ook hier geldt dat zonder zijn steun het ons nooit zou zijn gelukt. Albert, Aruba is je erg dankbaar. Albert en Maria zijn tijdens het implementatietraject bijgestaan door mevrouw Amanda Maduro en mevrouw Carondine Leidekkers. Beiden waren als jurist reeds werkzaam binnen de overheid en hebben als eerste gesolliciteerd om het implementatietraject te ondersteunen. Jullie hebben dit met daadkracht, enthousiasme en professionaliteit gedaan en ik ben jullie hier zeer dankbaar voor. Masha, dank je. Ook wil ik bedanken de juristen van de directie wetgeving die hier jaren aan hebben gewerkt, waaronder Ilona Sneek. En ook de medewerkers van de directie Financiën en de medewerkers van ons bureau. Hartelijk dank. De AFTA is een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid die een eigen bestuur heeft en onafhankelijk van de overheid gaat functioneren. We moeten dus op afstand blijven. Ongeacht dat het pand er heel mooi uitziet, moeten we op afstand blijven. De gewenste maatschappelijke positie van de AFTA in de toekomst laat zich omschrijven als onafhankelijk, staat midden in de maatschappij en heeft een gezaghebbende reputatie bij de Arubaanse burger, het bedrijfsleven, de politiek, de overheid, de wetenschap en de advocatuur. De AFTA zal fungeren als een prominente deelnemer in publieke debatten over markt en toezicht en zal een belangrijke rol spelen om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het naleven van mededingingsregels. Concurrentie is de kern van een gezonde en sterke economie en draagt bij aan een dynamisch ondernemerschap en het investeringsklimaat. De AFTA zal op termijn uitgroeien tot een volwaardige marktmeester, waar niet alleen het algemene mededingingstoezicht is ondergebracht, maar die ook als marktregulator optreedt en consumenten beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daarom zal de AFTA binnenkort tevens belast worden met reguleringstaken en taken op het gebied van consumentenbescherming. Ik heb vandaag ook de eer om het bestuur en het personeel van de AFTA aan u voor te stellen, waar ik persoonlijk erg trots op ben. Na een openbare werving en selectieprocedure uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau is de heer Filomeno Roli Santiago, gelet op zijn ruime ervaring en kennis, benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. De heren Thomas Martijn Snoep en Matthijs Visser,
Beide experts op het gebied van mededinging zijn als bestuursleden benoemd op basis van hun uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van mededinging en consumentenbescherming in Nederland. Na een openbare werving en selectieprocedure is de heer Ernesto Cross benoemd tot directeur van de AFTA. Ik ben ervan overtuigd dat de Raad van Bestuur, de directeur en het personeel mededinging op Aruba nieuwe dimensies zullen laten bereiken. Ik ben u allen erg dankbaar dat jullie deze uitdaging zijn aangegaan en wens jullie heel veel succes. De Aruba Fair Trade Authority is een visie, vandaag een realiteit geworden in het belang van elke Arubaanse burger. Masha, dank je.